Nou, Zwitser, goedemorgen. Goedemorgen, Edwin. Dit is onze eerste kennismaking. Zeker weten. En we kennen elkaar gewoon echt niet. Dat is mooi, hè? Nee, dat is ook bijzonder, hè, als Middelburger. Ja, maar jij bent een Walgenaar, hè? Ik kom zelf uit Achterkerken, lekker aan de kust. Echt een strandman. Ja. Maar je hebt wel eens in Middelburg gewerkt, onder meer bij de vriendschap in een... Ik heb even kort bij de vriendschap gewerkt. Samen met Julian en Richard toen de tijd nog. Oké. Nou, dat is mooi. Dus je bent wel een je van horecasporen verdiend hier zo. Ja. Nou, en daarom zijn we hier ook. Hè. We staan in de oude viswinkel. En jij wordt de nieuwe bedrijfsleider van, ja, is het nou markthandel, vishandel of friethandel? Nou, het is friethandel en vishandel. En de overkoepelende namen zijn eigenlijk markthandel. Ja, precies. Om het samen te vatten. Ja, de website is ook markthandel eigenlijk. Ja. Maar ik zag dat er ook twee verschillende accounts zijn op Instagram en Facebook. Ja. Dus dat betekent dat jullie het wel als twee verschillende bedrijven presenteren. Ja, omdat we bij de vis staan echt voor kwaliteit en een wat het luxere segment viswinkel. En de friet is natuurlijk gewoon gezellig, lekkere friet, verse friet. Ja. En vandaar dat we dus twee accounts hebben aangemaakt. Ja, en maar wat zijn in de grote lijnen de plannen? Je hoeft het natuurlijk nog niet helemaal uit de doeken te doen, want ik kom ook nog graag filmen op het moment dat jullie klaar zijn. Ja. En nu is het gewoon natuurlijk, en laten we eerlijk zijn, een bende nog. Je liet net ook even de kiosk die iedereen kent. En daar zijn jullie ook al, de binnenkant is al helemaal vernieuwd. Maar jullie gaan de buitenkant ook doen? Ja, zeker weten. De buitenkant krijgt een mooie industriële look. En de terrassen van de ijs, friet en vis worden samengevoegd. Ze krijgen een mooi groot terras. Daar hebben we een samenwerking mee voor de ijswinkel. Ja, dus iedereen kan zitten waar hij eigenlijk wil. Geen geruzie meer van dit is mijn plek en dit is mijn terras. De winkel krijgt een mooie facelift, wordt opnieuw gestuukt. Mooi zwart plafond, daar een stuk verlaagd plafond erin. Met mooie hanglampen uit het plafond die mooi de vitrine verlicht. We willen graag... Blijft de indeling wel een grote lijn zoals die nu is? Of, ja, de vitrine blijft staan zoals die is. De bakkant blijft staan. We gaan uiteraard verse vis verkopen, maar ook veel leuke gerechtjes. Vis en chips blijft, maar ook een sushi op vrijdag, zaterdag. Een pokeball heel de week door. Mooie paella's. Wat schelpjes, oesters. En jullie gaan ook... veel meer inzetten op het zitten, want ik las 120 stoelen, dat is echt best wel veel. En dat zijn, die 120 stoelen kunnen zelfs uitbreiden tot 200 als het nodig is. Oké. Dus het wordt echt een flinke lap, zeker weten. Maar daar is een van de, want je vraagt je af hoe is het, nou ja, jullie werken dus en nou samen met de friet, of de ijshandel, die hierachter zit. Ja. Maar jullie krijgen ook een luik aan de achterkant van de kiosk. Klopt, ja, zodat we wat contact hebben met de stadhuiskant. Ja, dat mensen daar ook kunnen bestellen en niet alleen langs één kant. Ja, nou, maar dat is wel iets. De gemeente was er altijd tegen, maar daar zijn ze dus wel in veranderd na een paar jaar. Van elkaar gekregen. Ja, nou, dat is superleuk. Dat is dan wordt het wat transparanter. Ik vind het bij de ijskraam vind ik het ook mooi eruit zien. Ja, precies. Het is ook helemaal transparante glas. En zijn ook nog bezig om misschien langs de andere kant ook een besteloptie te maken. Oké. Dat hen ook een lijk aan die kant krijgen. Maar daar zijn we nog mee in overleg met de gemeente. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd, Kars. Dus jij wordt zeg maar de grote bedrijfsleider, maar je gaf net ook aan, je bent wel op zoek naar vakmensen. Zeker weten. Ja. Nou, we dan toch staan, dan is een mooie deal. Wat zoek je, wie zoek je en beschrijf dat? Nou, we zoeken mensen die bang zijn om de handen uit de mouw te steken, die lekker kunnen knallen. Verstand hebben van vis oftewel van friet. Ja, dat is belangrijk. Want het is, je wordt zeg maar chef de campagne hier in de winkel of in de frietkiosk? Ja, eigenlijk beide. Ik word een beetje verliefd in de keep. Maar je hebt aardig wat vacatures. Waar kunnen mensen die vinden? Staan die nog op, online? De Zeeuwse vacaturebank staan ze. Okay. En je kan ook altijd vermelden via markthandelmiddelburg.nl. En dan altijd een mailtje sturen met je gegevens en dan neem ik contact met je op. En je hebt het hier over vaste banen, niet over seizoensbanen. Hè? Dus het is echt vaste aanstelling. We kunnen hier ook een vaste baan aanbieden. Hè? Zowel in de keuken als kok of als verkoopmedewerker in de winkel. Ja, er zijn genoeg mogelijkheden die we kunnen overleggen. Oké. En de laatste vraag. Wanneer hopen jullie open te gaan? Voor de friet doen we op eerste week mei. En voor de vis zal het de tweede week mei zijn. Nou, dan heb je dus dan heb gelijk nog, knallen. Je hebt nog 4 weken de tijd, dan moet je even doorpakken. Ja, dat komt wel goed hoor. Oké. Een goed hardwerkend team zit hierachter en daar heb ik alle vertrouwen. Kars, ik zeg aangenaam en ik hoop dat ik van harte welkom ben voor een sneak preview. Zeker net voordat jullie open gaan. Zeker weten. Oké, dankjewel.